Oké. Ik wil dan nu graag Marijke Wevers aankondigen. En die komt uit het Radboud UMC in Nijmegen. En zij gaat ons iets vertellen over de basis. Hè? De basis van wat is nou eigenlijk, wat is DNA? Hoe kun je nou eigenlijk van foutjes van DNA, hoe komt het dan dat je lynch of polyposis krijgt? Hoe kun je het opsporen, die foutjes? Ik denk dat heel belangrijk is dat we daar nog eens een keer een goed overzicht van krijgen. Dus ik ben heel blij dat je hierheen wilde komen. En ik zal nu even jouw presentatie ook klaarzetten. Oké, ben ik te verstaan? Ja. Nou, hartelijk dank voor deze introductie. Ik ben dus Marijke Wevers, klinisch geneticus in het Radboud UMC in Nijmegen. En nou, ik vind het heel leuk. Oh. Moet die zo? Of? Is het zo beter? Oké. Heel goed. Een beetje te hard misschien. Ik ben dus Marijke Wevers, klinisch geneticus in het Radboud. En ik vind het heel leuk om hier wat over de achtergrond kunnen vertellen van lynch en polyposis. Allereerst een dia met hoe vaak darmkanker nou eigenlijk voorkomt. Want daar gaat het uiteindelijk om bij lynch en polyposis. Dat mensen een verhoogd risico hebben op onder andere darmkanker. Gemiddeld komt het zo bij 1 op de 20 mensen voor. En wat u hier ziet is dat het in het algemeen vaak een ziekte is van oudere leeftijd. En met een piek op oudere leeftijd, er zijn wel wat jongere mensen, maar de meeste mensen zijn ouder. Bij lynch en polyposis is het anders. Daar is de gemiddelde leeftijd jonger. Dus dat is al een verschil. En hoe vaak is darmkanker dan eigenlijk erfelijk? Dat rode gedeelte linksonder, dat zijn de mensen met, dat noemen we sporadische darmkanker. Dat zijn mensen die de enige zijn daarmee in de familie. Er is geen erfelijke oorzaak bekend. Wat dan de oorzaak wel precies is, weten we meestal niet. Maar dat heeft in ieder geval over het algemeen niet met een erfelijke aanleg te maken. Rechtsboven is een groen stuk, dat zijn de mensen met familiaire darmkanker. Dan komt het wel vaker voor in de familie, maar hebben we geen erfelijke oorzaak gevonden. Het kan natuurlijk zijn dat een deel daarvan misschien nog een onbekende erfelijke oorzaak heeft, of dat het toeval is dat het vaker in de familie voorkomt, ja, dat weten we op dat moment niet. Dan rechtsonder, dat zijn de mensen met een bekende erfelijke aanleg. En het gele stuk, dat zijn de mensen met Lynch-syndroom, dus dat is het deel van die erfelijke aanleg wat Lynch is. Al die andere kleurtjes, dat zijn allerlei verschillende vormen van polyposis. Dus eigenlijk is het op dit moment de minderheid van mensen met darmkanker heeft een erfelijke aanleg. Nou, hoe zit dat dan met dat DNA? Je ziet daar een mens. Een mens is opgebouwd uit cellen. We hebben huidcellen, bloedcellen, spiercellen, noem maar op. En in elke cel, ik zal even kijken of die muis, is dat te zien, die muis? Nee. Oh, nee. Nou, dan ga ik gewoon die muis weer loslaten. Oh, wacht, daar wel. Ja. Dit is zo'n cel en dan zit er in het midden zit een kern, zo heet dat. En daar zit ons DNA in. Dat ziet er hier uit als een soort van draadjes, fliebertjes. Dat zijn chromosomen en dat zijn eigenlijk de dragers van het erfelijk materiaal. En een chromosoom bestaat eigenlijk uit een stuk DNA, een heel lang stuk DNA, wat opgerold en opgerold en opgerold tot het zo'n chromosoom is. Dus hier ziet u zeg maar zo'n DNA-streng. Dat is helemaal niet te zien, maar er zitten lettertjes in, een lettercode. Die wordt opgerold en opgerold. Ik heb daar zelf altijd een beetje het beeld bij van zo'n ouderwetse telefoonsnoer, zeg maar. Hè, van toen we nog een ouderwetse telefoon hadden. En nog meer opgerold tot je dan een chromosoom hebt. En zo hebben we in totaal 46 chromosomen in elke cel. 23 paar. Dus van elk chromosoom heb je één van vader en één van moeder geërfd. Dus je hebt eigenlijk alles dubbel. En dat DNA, dat bestaat dan weer uit verschillende genen. Dus elk chromosoom heeft een x-aantal genen. En een gen is een stukje van het DNA met de informatie voor een specifieke functie of eigenschap. Want wat ons DNA eigenlijk doet, is dat het een soort gebruiksaanwijzing is voor hoe ons lichaam moet functioneren. Dus er staat informatie over bijvoorbeeld oogkleur, haarkleur, hoe je organen werken, je spieren. Als één grote gebruiksaanwijzing van hoe ons lichaam moet functioneren. En dan is een gen een stukje met de informatie voor één specifieke eigenschap of functie. En zo zit er op die hele lange DNA-streng zitten allerlei afzonderlijke genen na elkaar.
We hebben er in totaal 20.000 ongeveer. Dit is zeg maar die lettercode, dus ongeveer 3.000 gemiddeld per gen. En hier ziet u ook alweer, oh, dat zat een beetje jammer, die lettercodes, dat zijn verschillende letters, dat vormt zeg maar de code voor de gebruiksaanwijzing van het DNA. En wat bedoelen we dan met erfelijk? Eigenlijk dat er de oorzaak van een bepaalde aandoening in het DNA zit, dus in het erfelijk materiaal. En dat betekent dan dat er een foutje zit in die lettercode. Kan zijn dat er de verkeerde letter zit op een bepaalde plek, of dat er misschien letters missen, of letters in zijn gevoegd. Er zijn allerlei verschillende soorten fouten, maar er zit een fout ergens in die code. En ja, als je een fout hebt in een gebruiksaanwijzing, ik denk zelf altijd aan de IKEA met van die kastjes en dat je gaat lopen hannissen om een kastje in elkaar te zetten. Ja, als er een pagina mist uit je gebruiksaanwijzing, dan kom je, nou ja, tenzij je heel technisch heel goed bent, maar kom je vaak niet verder en denk je, wat nu? Nou ja, dat, zo zie ik het altijd een beetje voor me met het DNA, dat je stuit op een fout en je denkt, oké, dit wordt het niet. En hoe zit dat dan precies? Dat gen, dat is eigenlijk dus een gebruiksaanwijzing en daar wordt uiteindelijk een eiwit van gemaakt, zoals het heet. En dat eiwit is het stofje wat ook echt iets doet in het lichaam. Dus alsof het gen een recept is en bijvoorbeeld de taart die je ervan maakt of iets anders, dat is het eiwit. En bijvoorbeeld bij Lynch-syndroom zijn de eiwitten die daar bij betrokken zijn, die zijn betrokken bij het repareren van foutjes in het DNA. Want er ontstaan bij iedereen in de loop van het leven wel hier en daar foutjes in de DNA. Die worden normaal gesproken netjes gerepareerd. En daar zijn onder andere die eiwitten van die bij Lynch betrokken zijn, die hebben daar een rol in. Dan is de vraag van hoe zit dat dan met die verandering? Hè? Want er zit een heleboel verandering in ons DNA. En is dat dan al meteen een foute boel? Helemaal niet meteen, want we hebben allemaal veranderingen ten opzichte van elkaar. We zien er allemaal anders uit. We hebben verschillende haarkleur, oogkleur. De een is lang, de ander is klein. Dat heeft te maken met allerlei variaties in ons DNA. Dus een heleboel veranderingen zijn helemaal niet schadelijk. Die maken gewoon dat wij allemaal net een beetje uniek zijn. Dus als we een verandering vinden met DNA-onderzoek, hoeft het helemaal niet te betekenen dat iemand een erfelijke aanleg heeft. Maar er zijn ook veranderingen die wel schadelijk zijn. Bijvoorbeeld, stel dat een heel stuk weg is uit zo'n DNA-streng of uit een gen, dan denk je wel van, dat gaat niet goed. Soms kan je aan een type fout meteen zien van, nou, dit is foute boel, dit leidt tot een erfelijk aanleg. Soms weten we meteen van, nou, dit is helemaal niks, hoeven we niks mee te doen, is helemaal onschuldig. En soms zit het ertussenin, dat noemen wij een VUS in jargon, een variant van onbekende betekenis of variant of unknown significance. Dat betekent dat we eigenlijk niet weten, valt die nou onder de onschuldige veranderingen of onder de schadelijke. Uiteindelijk komen we er wel op uit van welke kant hoort het bij, maar op dat moment weten we het nog niet. En op dat moment zeggen we ook van, we hebben nu in ieder geval geen bewijs dat er een erfelijke aanleg is. We gaan verder onderzoek doen om te kijken of we daarachter kunnen komen. Het kan zijn dat we uiteindelijk zeggen, dit is niks, het is gewoon onschuldig, of er is wel een erfelijke aanleg. Hoe zit dat dan met het onderzoek? Hoe onderzoeken we dat? Heel globaal, er wordt bloed geprikt meestal. Daar zitten bloedcellen in. Daar zit dan ook weer DNA in. Dat wordt eruit gehaald. Dat wordt opgebroken in allerlei stukjes en ook gekopieerd. Want als je meer DNA hebt, is het makkelijker om zo'n onderzoek te doen. En dan wordt eigenlijk die volgorde bepaald. En dan wordt van die lettercode, zeg maar. En daar is ook een soort vergelijking met wat zeg maar een soort van gezond DNA zou moeten zijn. Dus we hebben een vergelijking op basis van gezonde personen, zodat we kunnen zien van, maar dit is anders dan je zou verwachten. En dat wordt dan uiteindelijk door software allemaal in de computer verwerkt tot een bepaald beeld, zoals u hier ziet, waarbij je die volgorde ziet van die letters. En dan kijken onze laboratoriumspecialisten ernaar en die denken van, dit hoort niet. Dus dat is achtergrond. Ga ik nu verder op de erfelijke vormen van darmkanker en eerst Lynch-syndroom. Dat wordt gekenmerkt door een verhoogd risico op onder andere darmkanker, met ook een jongere leeftijd bij diagnose dan bij mensen zonder erfelijke aanleg. Met de gemiddelde diagnose leeft dat zo voor de 50. En er is ook meer kans op meerdere primaire tumoren. Dus dan bedoel ik niet uitzaaiingen, maar echt meerdere darmkankers bijvoorbeeld die los van elkaar zijn ontstaan. En er is vaak een positieve familiegeschiedenis, omdat het een erfelijke aandoening is. De schatting is dat zo'n 5% van alle mensen met darmkanker een erfelijke aanleg heeft, vaak Lynch, en dat misschien wel 1 op de 280 mensen Lynch-syndroom heeft, wat eigenlijk best veel is, vind ik. En we vermoeden dus ook dat heel veel mensen, dat we het daar nog niet van weten.
Nou, wat is de oorzaak? Het is een verandering in een gen, hè, dus een schadelijke verandering. En het is dan een van de genen MLA1, MSH2, MSH6 of PMS2. Het is niet zo dat iedereen in al die genen een fout heeft. Elke familie heeft, zeg maar, is een van die genen is de oorzaak. En die zijn dus betrokken bij het repareren van kopieerfoutjes in het DNA. En als er dan een fout zit in dat gen, dan komt er ook een fout eiwit, zeg maar, of helemaal geen eiwit, kan ook, waardoor die reparatie niet goed kan worden gedaan. Daardoor ontstaan er makkelijker nieuwe foutjes en kunnen er ook foutjes ontstaan waardoor cellen maar blijven delen en delen. En dan kan je uiteindelijk op die manier een tumor krijgen. En daarom hebben mensen daar meer kans op. Nou, wat zie je daarbij? Mannen en vrouwen hebben een verhoogd risico op darmkanker. En vrouwen ook op baarmoederkanker. De leeftijd bij diagnose is dus vaak jonger en mensen hebben ook meer kans op meerdere kankers. En er is ook een verhoogd risico, minder verhoogd dan bij darmkanker en baarmoederkanker, op een aantal andere vormen van kanker. Bijvoorbeeld van de urinewegen, de eierstokken, galwegen, maag, dunne darm. Dus er zijn verschillende soorten kanker die hierbij kunnen passen. Dit plaatje zal ik om aan te geven hoe die risico's kunnen oplopen en ook verschillen tussen de genen. Het is helemaal niet belangrijk dat u precies weet welk gen heeft het hoogste risico. Maar meer om aan te geven dat we steeds wat beter weten dat er, nou ja, soms verschillen kunnen zijn tussen die genen. Dus op de y-as staat, zeg maar, het cumulatieve risico, dus het zeg maar optellende risico. En op de x-as de leeftijd. En wat te zien is, links het risico op darmkanker en rechts op baarmoederkanker, dat eigenlijk in beide gevallen vanaf een relatief jonge leeftijd dat risico al begint te stijgen. Maar ook dat er wel wat verschillen zijn tussen de verschillende genen die bij links betrokken zijn. Bij darmkanker is met name die groene, die MSH6, die een beetje anders is dan de rest. Of anders, net iets minder risico geeft. En bij baarmoederkanker loopt het ook wat uiteen. PMS2 staat hier niet in, dat zit wat lager dan die andere gemiddeld. Uiteindelijk is het wel zo, bij allemaal zit een verhoogd risico. En ook dermate dat we eigenlijk meestal dezelfde adviezen geven van darmcontroles vanaf 25 jaar. Behalve bij PMS2, dat is recent veranderd, of recent, ik weet het niet, is nou ongeveer een jaar geleden volgens mij. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, dat risico is toch net wat lager en begint wat later te stijgen, dus daar hoeven we pas bij 35 jaar te beginnen. Dus dat kan anders zijn dan u misschien ooit heeft gehoord, want dat is eigenlijk iets heel recents. Kan dus best zijn dat u misschien een PMS2 verandering heeft en dat advies heeft gekregen om bij 25 jaar te beginnen, maar dat hebben we dus recent aangepast. En daarnaast wordt aan vrouwen geadviseerd om gynaecologische controles te doen vanaf 40 jaar. Vragen mogen straks. Het doel is eigenlijk om te voorkomen dat iemand kanker in een vergevorderd stadium krijgt. Het is niet zo dat je daarmee zeker weet dat nooit iemand kanker krijgt. Maar we willen het dan eigenlijk zo vroeg mogelijk ontdekken, zodat je ook goed kan behandelen. Of bijvoorbeeld, wat soms ook gebeurt, is dat je polypen weghaalt voordat ze kwaadaardig worden. Eigenlijk om de prognose, zeg maar, zo goed mogelijk te maken. En we weten gelukkig dat als iemand vanaf jonge leeftijd ook dat advies goed opvolgt, dat het eigenlijk over het algemeen goed werkt. Het is niet zo dat mensen nooit meer kanker kunnen krijgen, maar we zijn er dan gelukkig vaak wel eerder bij dan als je dit helemaal niet had geweten en geen controles had gedaan. Dan over de polyposis. Heel even dit. Polyposis is eigenlijk het woord wat staat voor veel polypen. En polypen zijn uitstulpingen in de darm. En er zijn allerlei verschillende types. Bijvoorbeeld adenomen, dat zijn de polypen die je bij FAP bijvoorbeeld ziet. Er zijn ook andere polypen zoals hyperplastische, juveniele, hamartomen, allerlei verschillende. En als de patoloog een polyp onder microscoop bekijkt, dan kan die daar aangeven van wat voor type polyp is het. En die type polypen die hebben ook weer verschillende oorzaken, de verschillende types. De adenomen, dat zijn eigenlijk de polypen die we volgens mij het langst eigenlijk kennen. De meest bekende aanleg daarbij is FAP of familiaire adenomateuze polyposis. En in het klassieke beeld krijgen mensen vaak wel meer dan 100 of soms honderden polypen. Die ontstaan al op jonge leeftijd, tussen de 10 en 30 jaar. En als iemand het niet weet en geen preventieve operatie krijgt, krijgt bijna iedereen een gegeven moment darmkanker. Dan is er nog een atypische vorm van FAP of AFAP. Daarbij ontstaan ook meer polypen dan normaal, maar net wat minder dan bij FAP. Ontstaan ook op een net iets oudere leeftijd dan bij de klassieke FAP. En is het risico op darmkanker ook sterk verhoogd, maar net wat minder hoog dan bij klassieke FAP. Maar goed, 70% is natuurlijk nog steeds heel fors. Dit is een plaatje van hoe dat eruit kan zien in de darm. Dus dan ziet u
een doorsnee van de darm met allemaal uitstulpingjes. En daar rechts op die foto, ja, dat zit gewoon helemaal vol met allerlei polypen. En dat is ook de reden dat op een gegeven moment, nou ja, het, zie je door de boom het bos niet meer, denk ik altijd. En dan wordt iemand preventief geopereerd omdat het niet meer te controleren is met zoveel polypen. De oorzaak is een verandering, een schadelijke verandering in het APC-gen. Dat is zowel bij FAP als bij AFAP zo. En we weten dat de meeste mensen dat van een van beide ouders hebben geërfd, maar dat toch ook wel bij een deel dat nieuw ontstaan is, ergens bij de vorming van de eicel of de zaadcel. Dus niet iedereen met FAP heeft een familiegeschiedenis die daarop wijst. En wat ook nog wel eens voorkomt, weten we steeds beter, is dat iemand niet in alle lichaamcellen dat foutje heeft, maar dat het alleen bijvoorbeeld in een deel van de darmcellen zit, waardoor je wel die polypen krijgt, maar waardoor we het dan niet met bloedonderzoek kunnen opsporen. En dat noemen we mosaïcisme. Nou, er zijn ook nog andere vormen van polyposis waarbij het van die adenomen zijn, die polypen. Bijvoorbeeld MAP of MUT-AH geassocieerde polyposis. Daarbij is de oorzaak een schadelijke verandering in het MUT-AH-gen, maar dan moet je hem dubbel hebben. Dus dan moet je van beide ouders zo'n verandering hebben geërfd. En dat lijkt qua polypentype, zeg maar, en leeftijd van ontstaan en darmkankerrisico een beetje op AFAP. En dan zijn er ook nog een aantal andere genen, zoals NTH1 en POL-E, POL-D1, die ook bij adenomen betrokken zijn. Die zijn veel zeldzamer. Ik heb eerlijk gezegd zelf nog nooit iemand gezien die daar een verandering in had. Nog andere type polypen, er zijn hamartomen. En twee aandoeningen die we daarbij onder andere kennen zijn Peutz-Jeghers-syndroom en PTEN-hamartoom-tumorsyndroom. Die polypen zien er dus anders uit als ze worden bekeken. En daar zijn ook nog andere kenmerken bij. Bijvoorbeeld bij Peutz-Jeghers-syndroom hebben mensen vaak hele typische pigmentaties van de lippen, zoals daar op de foto, slijmvlies en soms ook de vingertoppen. En ze hebben ook een verhoogd risico op andere vormen van kanker. En bij dat PTEN-hamartoom-tumorsyndroom hebben mensen vaak, niet allemaal, maar 2/3 ongeveer een groot hoofd. En soms bobbeltjes in de mond, op de tong, binnenkant van de wangen. En ook meer kans op andere vormen van kanker. Dus dit zijn twee vormen die we vaak als we iemand in de spreekkamer zien al wel kunnen herkennen met lichamelijk onderzoek. En die ook, nou, waarbij het dus ook belangrijk is om niet alleen de darm te controleren, maar ook andere organen, omdat er nog meer risico's bij komen. Dan hebben we er ook nog juveniele polypen, die ga ik niet heel diep op in, maar dat zijn weer andere types. En daar heb je twee andere genen, SMAD4 en BMPR1A, onder andere die daarbij betrokken zijn. Ook zeldzaam. Wat geven we nou voor advies bij polyposis? Nou, ook weer darmcontroles. Bij FAP al vanaf jonge leeftijd, van de kinderleeftijd al. En bij AFAP en MAP vanaf 18 jaar. En er komen dan op een gegeven moment ook controles van de maag en de 12-vingerige darm bij, omdat daar ook polypen in kunnen ontstaan. En zoals ik net zei, wanneer er te veel polypen komen om het goed te controleren, wordt iemand geadviseerd om preventief een stuk darm te verwijderen. Overerving, hoe zit dat? Nou, Lynch en FAP of AFAP, die erven autosomaal dominant over, zoals we dat noemen. Dat betekent dat als iemand het heeft, dat de kans om het door te geven aan kinderen 50% is voor elk kind. Of het nou een jongen is of een meisje, maakt niet uit. Voor elk kind is het weer alsof je een muntje opgooit, wordt het kop op, wordt het munt. Dat is elk kind opnieuw. Bij MAP en NAP, dat is die NTH1 geassocieerde polyposis, is het anders. Dat noemen we autosomaal recessief. Dan kan iemand het dus alleen maar krijgen als beide ouders in één van die beide kopieën van het gen een foutje hebben en dat allebei doorgeven en dat je hem dus dan dubbel hebt. En als twee mensen samen kinderen krijgen en ze zijn allebei drager, dan hebben ze samen een kans van 1/4 dat hun kind die aandoening krijgt. En dat is dan ook elk kind opnieuw weer 1/4. En dat geldt weer voor zoons en voor dochters. Dus dat is net een andere manier van overerven. Nou, wat doet een klinisch geneticus? Heel veel mensen, ook artsen, denken dat wij in het lab zitten, achter de microscoop of met reageerbuis in de weer zijn. Dat is niet zo. Wat wij doen is dat wij patiënten zien, daar spreken we mee in de spreekkamer. We doen ook lichamelijk onderzoek, bijvoorbeeld hè, dat we kijken naar die pigmentaties of dat we een hoofdomvang meten, om maar iets te noemen. We kijken ook, moet ik toegeven, vaak zitten we achter de computer om in de literatuur te duiken. Zeker als het om zeldzame dingen gaat, ja, heb je niet altijd alles paraat en moet je toch dingen nazoeken. En wat we dan doen is als mensen zien met een vraag van ja, kan het erfelijk zijn wat ik heb of wat in mijn familie zit, dat we
iemands eigen ziektegeschiedenis uitvragen. We vragen naar de familie. En dan maken we een inschatting van, zou dat nou erfelijk kunnen zijn? En zo ja, kunnen we dan DNA-onderzoek doen hiernaar? En bij wie dan? En wat onderzoeken we dan precies? Als we dat doen, dan komt er een uitslag. En ongeacht de uitslag, of we nou een erfelijke aanleg vinden of niet, geven we dan een advies van, is het verstandig om extra controles te doen of niet? En wie zouden dat dan moeten doen eigenlijk? En hoe zit het met de risico's? Nou, daarnaast doen ook nog veel klinisch genetici wetenschappelijk onderzoek. De een veel actiever dan de ander. En geven ook nog veel collega's onderwijs. En in de praktijk, zeg maar, qua patiëntenzorg is het dus belangrijk dat we mensen, zeker als het over erfelijke kanker gaat, informatie geven over de risico's die bij een aanleg horen en wat voor controles of operaties je zou kunnen doen. Ook wat het advies voor familieleden is. En ook belangrijk, hoe je dat kunt delen met familieleden. En dat, we hebben in het Radboud sinds een aantal jaar nu speciaal daar een familieconsulent voor aangesteld, die zich daar speciaal mee bezighoudt van hoe kunnen we familieleden nou daarover informeren. Het is niet zo dat wij vinden dat iedereen zich moet laten testen, maar we willen wel graag dat iedereen op de hoogte is van het feit dat ze een risico hebben op een aandoening, zodat ze zelf kunnen beslissen of ze zich laten testen. Want als je niet hiervan af weet, dan kan je ook geen beslissing nemen of je je laat testen of niet. Dus wij zijn er actief mee bezig van hoe kunnen we zorgen dat de familieleden voor wie het relevant is daar ook over geïnformeerd worden. Dan nog iets over verzekering en erfelijkheid, want daar krijgen we heel vaak vragen over en ook van andere artsen. En er zijn heel veel misverstanden over die heel jammer zijn, want er zijn echt nog steeds mensen die eigenlijk geen erfelijkheidsonderzoek durven laten doen omdat ze bang zijn dat ze zich niet kunnen laten verzekeren of hun kinderen. De twee verzekeringen waar soms erfelijkheidsonderzoek invloed op heeft, zijn een levensverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je als zelfstandige afsluiten, dus in loondienst heb je daar niet mee te maken. Een levensverzekering wordt vaak afgesloten bij een hypotheek. Maar het is dus niet de hypotheek zelf die daardoor wordt beïnvloed, maar die verzekering. Bij de meeste mensen is er niks aan de hand. Eigenlijk is het met een erfelijke aanleg voor bijvoorbeeld Lynch of polyposis heel goed mogelijk, bijna altijd, om zo'n verzekering af te sluiten. Dat heeft ermee te maken enerzijds dat er een bepaalde vragengrens is. Dus de verzekeraar mag onder een bepaald bedrag, zeg maar, er helemaal niet naar vragen. En hoef je er ook helemaal niks over te zeggen. Als je daarboven komt, zijn er ook verzekeraars die, zeg maar, vrijwillig die grens nog hoger hebben gelegd. Dus heel vaak, zelfs als het om een hoog bedrag gaat, hoef je het niet te melden. Wat wel belangrijk is, is dat iemand van tevoren goed uitzoekt van welke verzekering zou ik dan moeten kiezen. Bijvoorbeeld met een financieel adviseur. Zodat je niet er één kiest die er wel naar vraagt als het om een hoog bedrag gaat. Want als je dat eenmaal hebt ingevuld, dan kan je daar niet meer terug. Dus het vergt wat huiswerk, maar het is vaak heel goed mogelijk om zo'n verzekering wel af te sluiten. Het is echt zonde dat er veel mensen zijn toch nog steeds die uit angst voor problemen hiermee dat niet doen. Terwijl het gewoon vaak heel goed mogelijk is. Op erfelijkheid.nl staat meer informatie met ook een folder die te downloaden is. Die wordt ook als er nieuwe informatie is bijgewerkt. Dus dat is heel goed. Stel dat iemand hier vragen heeft of familieleden, kijk op de website, lees die folder en bij vragen zijn wij natuurlijk ook altijd beschikbaar. Die vragengrens bij zo'n overlijdensrisicoverzekering of een levensverzekering ligt nu op €328.000 ongeveer. Dat is niet hetzelfde als het hypotheekbedrag, dat is denk ik ook goed om te noemen. Soms hebben mensen het idee van dat is dus, dan kan je dus geen hypotheek hoger dan dat bedrag krijgen, maar zo werkt het niet, want je verzekert meestal niet je hele hypotheekbedrag. En zeker als mensen samen een huis kopen, dan verdeel je vaak zo'n verzekering. Dus bij dit bedrag is je hypotheek meestal een heel stuk hoger. Dus heel veel mensen komen hier ook helemaal niet boven die grens. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering zit dat nu op het eerste jaar op €47.000 en daarna wat lager. En zoals gezegd, wat daadwerkelijk gehanteerd wordt, ligt vaak hoger. Boodschap is vooral, zoek het wel goed uit, maar wees niet te bang dat het niet lukt, want vaak lukt het gewoon wel. Meestal. Dat was alweer. Ik heb geen idee hoe lang ik over heb gedaan. Oh, nog prima binnen een half uur zie ik. Dus ik ben benieuwd welke vragen er zijn. Oké, dankjewel voor dit fantastisch duidelijke verhaal. Nu kunnen we gooien. We gaan gooien met de kubus. Wie wilde wat zeggen? Volgens mij
Wie was eerst? Hier. Ja. Oh. Hij moet heel ver gegooid worden. Kun je ver gooien? Dan wordt hij doorgegooid, hè? Oké, ik doe mijn best. Nu weet ik niet, jullie horen mij. Ik heb ook begrepen dat erfelijkheid ook gestopt kan worden. Met het doorgeven van het gen. Ja. En dat heb ik nog niet teruggehoord. En wie weet komt daar nog verder iemand op terug. Ik kan er wel inderdaad iets over zeggen. En dan gaat het eigenlijk over als je kinderen krijgt en geef je het dan door of niet. Er zijn eigenlijk twee manieren waarop dat kan. Dat kan aan de ene kant via onderzoek tijdens een zwangerschap. Dan is iemand al zwanger en dan kan je met een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie een beetje DNA van het kind onderzoeken. En dan als de aanlegger aanwezig is, kan iemand besluiten om de zwangerschap af te breken. Dat is technisch mogelijk. Ik moet zeggen, in de praktijk kom ik weinig mensen tegen die daar die wens voor hebben. Dat natuurlijk best ingrijpend is, maar dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is pre-implantatie genetische test. Dus PGT heet dat wel. Is een website van pgtnederland.nl. En daarbij ondergaan mensen eigenlijk een soort IVF-procedure, waarbij dus zaadcellen en eicellen in het laboratorium bij elkaar worden gebracht. Er ontstaan embryo's uit en dan worden de embryo's getest. Er wordt dan een celletje van weggenomen om te testen. Dan weet je welke embryo's hebben wel de aanleg en welke niet. En dan kan je vervolgens de embryo's zonder de aanleg, of het is er in principe één elke keer, dat je één embryo zonder de aanleg in de baarmoeder plaatst. Als dat dan tot een zwangerschap leidt, weet je zeker dat het kind de aanleg niet heeft. Dus dat is inderdaad een methode waarbij je kan voorkomen dat je het doorgeeft. Zit dan wel die IVF-procedure aan vast met hormoonbehandelingen voor de vrouw. Dus het is niet. Het klinkt heel mooi, maar het is best veelomvattend. Maar het is zeker een methode die heel goed is dat die inmiddels ontwikkeld is. Omdat je daarmee zeker weet dat je die aanleg niet doorgeeft. Ja. Oké, dankjewel. Er zijn vast nog wel meer vragen. Ik zie dat. Kun je hem daarheen gooien? Ja, ik geef hem even hier. Gooien, kom op. Ja, ik heb een vraag over erfelijkheid. Als in een familie Lynch is vastgesteld en bij een van die dragers wordt dan Mertorre vastgesteld, mm-hmm. Wil dat dan zeggen dat dat voor iedereen geldt, die Lynch-drager is? Of is dat weer een variant die eenmalig voorkomt? Ja, goede vraag. Ja, eigenlijk is het Mertorre is een variant van Lynch waarbij je ook talgkliertumoren ziet. Ja. Hangt vaak met MSA2 samen, zeg ik zo uit mijn hoofd. En het zijn twee verschillende namen, maar eigenlijk is het gewoon Lynch plus talgkliertumoren. Dus, en op het moment dat je weet dat iemand dat heeft in de familie, ja, dan hebben andere mensen daar ook een verhoogd risico op. Er zijn heel duidelijke richtlijnen wat je moet met darmcontroles en bijvoorbeeld gynaecologische controles. Voor die huidcontroles, want het gaat dan eigenlijk om controles van de huid, zijn die wat minder duidelijk, maar ik denk dat het zeker goed is dat familieleden daar dan ook aandacht voor hebben en misschien naar een dermatoloog gaan. Want als de een dat heeft, dan zou de ander er ook zo'n talgkliertumor kunnen krijgen. Ja. En dat kan goed aardig zijn, het kan ook kwaadaardig zijn. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed. Ik zie daar achter volgens mij. Wie? Okay. Ik hoop. Moet ik hier? Hier? Zo, ja. Dank voor de mooie, heldere uitleg. Ik heb een vraag over MUT-HMAP, omdat daar, ik weet dat Maartje Nielsen daar ook onderzoek naar doet. Of daar al nieuwe, of u daar iets meer over kan zeggen al. En mijn tweede vraag is eigenlijk die families die dan op worden gespoord. Want in mijn familie komt bijvoorbeeld veel borstkanker voor. En dan hoor je van, ja, er is een test gedaan, een genetische test op MRA, op die borstkankergenen, denk ik dan. Wordt er dan ook op de polyposis en zo getest? Of gaat dat automatisch? Omdat ik vind het zo apart, er zijn meerdere dingen die voorkomen. En in het ziekenhuis is meestal het enige wat wordt gecheckt zijn de darmen. En alles wat daar omheen is of moeilijk op te sporen, of dat ontdek je pas in een laat stadium. En ja, het is heel lastig, denk ik, als polyposepatiënt, dat je altijd zelf zo moet opletten. Dat ja. is
mijn vraag. Ja, het zijn meerdere vragen in één, maar ja, nee, ik er iets mee kan. Goeie vraag. Ik denk, ik weet niet het laatste over MAP. Dat is inderdaad Maartje Nielsen uit Leiden, die zit daar helemaal in. Het is bij best wel veel soorten erfelijke aanleg voor kanker zo dat één of een aantal soorten kanker zeg maar het meest opvallen. Zoals bij Lynch, darm- en baarmoederkanker. Maar dat er daarnaast ook een aantal andere vormen van kanker net wat vaker voorkomen. De vraag is altijd van, ja, wanneer is het zoveel dat je daar ook iets mee doet? Want als het, wij spreken, het risico normaal 1 op de 1000 is en het wordt 2 op de 1000. Ja, is dat nou genoeg om iedereen controles te gaan bieden? Er is natuurlijk een bepaalde grens. En ik denk dat we op dit moment voor MAP, is het bij mijn weten niet zo dat er andere soorten kanker zoveel verhoogd risico hebben dat we daar ook adviezen moeten geven. Maar het kan natuurlijk zijn dat een gegeven moment wel bekend wordt. Er zijn andere genen waarvan ik weet, die bijvoorbeeld met borstkanker te maken hebben, dat die dat gegeven moment duidelijk wordt dat er nog andere risico's bij zitten. En dat we dan zeggen, dan moeten we daar misschien ook wat mee doen. Maar ja, voordat je dat gaat adviseren, wil je dat ook echt heel duidelijk hebben dat het risico echt significant verhoogd is. Want je wil ook niet controles voor niks doen. Dat levert ook, zit er ook voor- en nadelen aan, maar ook nadelen. Dus dat is altijd een afweging. En het nadeel van MAP is natuurlijk dat het zo'n recessieve overerving heeft. Waardoor, zoals bij Lynch en FAP, heb je soms hele families met heel veel mensen waar je informatie uit kunt halen. En bij MAP is dat vaak anders, omdat je dan soms wel binnen een gezin iemand anders hebt, maar niet altijd heel veel andere familieleden. Dus dat maakt het ook lastiger als je minder mensen hebt ergens mee. Dan duurt het langer voordat je daar genoeg informatie over hebt. Die andere vraag over waarom wordt er dan heel specifiek naar één ding gekeken. Het is in ieder geval zo bij ons, bij de klinische genetica, dat ook als iemand wordt verwezen vanwege bijvoorbeeld een aanleg voor Lynch in de familie, dat we wel de familie ook of navragen van wat komt er nog meer voor. En het kan best zijn dat bijvoorbeeld aan de andere kant van de familie er veel vaker borstkanker voorkomt. En dat we denken, hé, maar dat is toch ook wel opvallend. Dus we hebben daar wel over het algemeen wel aandacht voor. En als we denken, dit is toch zoveel meer dan je zou verwachten op basis van toeval, dan bespreken we ook wel dat er misschien een reden is om daar ook naar te kijken. Dat is lang niet altijd zo, want kanker komt nou eenmaal heel veel voor. Gemiddeld toch zeker bij 1 op de 3 mensen. En bijvoorbeeld borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Dus er zijn natuurlijk heel veel families waar bijvoorbeeld Lynch voorkomt of FAP, waar ook wel een keer iemand borstkanker krijgt. Ja, want het is niet zo dat als je Lynch hebt, dat je helemaal geen andere vorm van kanker meer kan krijgen. Dat risico is dan net zo als ieder ander. Als het goed is, hebben wij daar wel aandacht voor. Is dit echt alles of moeten we nog wat meer in de gaten houden? En we hebben ook steeds meer aandacht voor die andere kant van de familie. En ook als iemand kinderen heeft, van hoe zit het dan in de familie van de partner? En is er nog in die familie nog reden voor onderzoek? Maar pas op het moment dat we echt hebben gezegd van er is echt een duidelijk verhoogd risico, of vanwege een erfelijk aanleg, of omdat, als we die niet vinden, het toch wel echt heel veel vaker voorkomt, dan geven we adviezen om extra controles te doen. Ja, zeker. Hiervoor is nog een heel ver gooien. Mag ik ook even een vraag stellen? Ik ben doorverwezen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daar heb je ook een polykliniek familiaire tumoren. Ja. In verband met melanoom in mijn familie. Die klinisch geneticus die belde in de auto, heel ongelukkig, met de uitslag. Nou, melanoom niet erfelijk, maar erfelijk borstgen. Voor de duidelijkheid, in mijn familie is ook een erfelijk darmkankergen vastgesteld. Maar waar het mij om gaat, is de communicatie. De klinisch geneticus in Amsterdam had wel allerlei brieven toegestuurd, maar ik moest het zelf communiceren met mijn broers en zussen. En dat is finaal verkeerd gegaan. Twee broers wilden het absoluut niet weten en ze hebben het recht. Dus ik wil eigenlijk weten, is er een landelijk protocol hoe de informatie naar de familie wordt gecommuniceerd? Want als de familie uit elkaar ligt en wel definitief, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, nou, hele terechte vraag, want er zijn natuurlijk meer families zoals die van u waar dat niet helemaal goed loopt. En dat is heel vervelend als dat zo is. En ook vooral voor jezelf natuurlijk. We hebben sinds een paar jaar wel een richtlijn daarvoor binnen Nederland over hoe familieleden kunnen worden geïnformeerd. Die geldt eigenlijk voor situaties waarin er een erfelijke aanleg speelt met een sterk verhoogd risico. Er zijn ook genen
Die bijvoorbeeld bij borstkanker, er zijn genen bij borstkanker die een heel sterk voogdrisico geven, maar ook die een wat minder sterk voogdrisico geven. En de richtlijn zegt eigenlijk als er een sterk voogdrisico is op kanker en er zijn ook preventieve mogelijkheden, dat is ook belangrijk, dat wij dan als klinisch genetici ook wel zoveel mogelijk moeten inspannen om te zorgen dat de familieleden die risico lopen daarover geïnformeerd worden. Ja. Dat is niet, betekent niet dat wij bijvoorbeeld achternichten mogen informeren zomaar, want dat zo ver gaat de richtlijn niet. Maar wij gaan in gesprek met mensen en als het echt om een hoog risico gaat en iemand zegt bijvoorbeeld ik heb helemaal geen contact met mijn broer en geen idee waar die woont, dan mogen wij dus via de basisregistratie persoonsgegevens die informatie opzoeken en iemand zelf benaderen. Okay. Dat is iets wat we liever niet doen, want ook, er is ook heel veel over gesproken met patiëntenverenigingen. De meeste mensen hebben de voorkeur als het kan qua verhoudingen om hun familieleden zelf te informeren. Maar als dat niet kan en het heeft echt een hoog risico en je hebt ook echt wat te bieden, zeg maar, dan mogen wij dat dus beperkt zelf doen. Maar dan echt voor de naaste familie en niet heel ver weg. Het is, als ik even mag inbreken, het is een heel belangrijk punt. Hè? En misschien is het ook iets wat bij de volgende sprekers van de stoet ter sprake kan komen. We hebben vorig jaar hebben we ook iemand gehad, want het is een. Als ik het goed begrijp, is het nog maar sinds heel kort mogelijk voor klinisch genetici om via de gemeentelijke basisregistratie familieleden op te sporen. Volgens mij is het ergens afgelopen zomer is de klap opgegeven dat het mocht. Daarvoor was die richtlijn al wel. Van toepassing. Maar wisten we nog niet zeker of we ook echt in die BRP mochten kijken. Maar dat weten we nu. Ja, het speelt in bijna alle families, hè, dit soort dingen. Oké, we hebben nog ruimte voor één vraag, geloof ik. Hè. Ik kijk even naar Gaby. Ja. Eén vraag. Ik zie nog twee handen. Dat lukt prima. Ja, allereerst, ik begrijp dus nu dat de klinisch geneticus niet alleen maar in het laboratorium zit. Dank daarvoor, dat is in ieder geval verhelderend. Zelfs helemaal niet. Ja, zelfs helemaal niet, kijk eens aan. Nee, ik heb eigenlijk toch wel twee zaakjes. Het ene is, met betrekking tot verzekeringen. Ja, dat klopt als je nog geen kanker hebt gehad. Echter, als je kanker hebt gehad, dan is het even fundamenteel anders. Ik denk dat wel even als toevoeging belangrijk is. Dat is een heel goed punt. Maar dan is het ook zo dat als je eenmaal kanker hebt gehad, dat het voor die verzekering niet uit gaat maken of dat dan erfelijk blijkt te zijn of niet. Dan gaan ze uit van die diagnose. Als iemand bijvoorbeeld jong darmkanker krijgt en denkt ik ga geen erfelijkheidsonderzoek doen, want verzekeringen. Dat is dus ook onterecht om daar bang voor te zijn. Want die kanker gaat bepalen wat de verzekering, hoe die dat beoordeelt. Ze vragen, bij mij is het zo geweest dat ik zit nu in dat proces, dat mijn arts benaderd is en ze hebben dusdanig doorgevraagd dat ze er dus wel achter zijn gekomen dat ik Lynch heb. En dat is wel zo teruggecommuniceerd dat een van de redenen is waarom ik ben afgewezen. Dat verbaast me wel, moet ik eerlijk zeggen. Dat vind ik wel best, Nee, want we hebben toevallig begin dit jaar nog, zeg maar, bij een eigen symposium zijn er mensen uit de verzekerd wereld zelf geweest die ons daar weer een update over hebben gegeven. Dit is dat het mensen echt de artsen van iemand worden benaderd, is daar helemaal niet bij aan de orde gekomen. Dus ik ben daar wel verbaasd over. Mag niet. Ja. En dat, ik hoop dat dan een hele gekke uitzondering is, want dat is niet. Dan sluit ik maar even af als laatste vraag, want dan heb ik echt een vraag. Hè. DNA modificeren. Kan dat ook op latere leeftijd? Nou, nu zeker niet. Er zijn wel, want het gaat eigenlijk over gentherapie dan. Ja. Er zijn aandoeningen waarbij daaraan wordt gewerkt. Dat zijn vaak aandoeningen die heel lokaal zijn. Bijvoorbeeld bepaalde oogaandoeningen waarbij je kan proberen om het DNA in het oog, in het netvlies bijvoorbeeld, aan te passen. Dat is nog allemaal binnen wetenschappelijk onderzoek. Dus niet iets wat zeg maar al gewoon wordt als behandeling wordt gegeven. Wat het lastige is bij een aanleg zoals Lynch of polyposis, is dat het een veel groter stuk van het lichaam is waar die aanleg zit en waar die ook problemen kan geven. En dat is iets. Het is mooi als het ooit kan, maar dat is iets wat nu helemaal niet realistisch is. Want dan zou je al die cellen in dat hele maag-darmstelsel moeten modificeren. Er wordt onderzoek naar gedaan, dus het is zeker niet zo dat er geen hoop is op dat gebied. Maar dat is iets wat niet in de nabije toekomst mogelijk is. Dankjewel. Nee. Dag, dames.